Eerst een nieuwe week, nieuwe ronde, nieuwe kansen. En ik zit hier bij een prachtig bed tatsoi. Ook wel Chinese spinazie genoemd. Je oogst hem eigenlijk weer hetzelfde als de rucola, raapsteel en de slamix. Net iets boven de grond, want dan kan die daarna nog doorgroeien. Hij is prachtig gelukt. Je kan hem ook goed wokken. Je kan er eigenlijk van alles mee, veelzijdig. En die gaat deze week dus ook in de oogst. Daarnaast is het bed raapsteel echt snel gegaan. Dus die zullen we weer afdekken met vliesdoek, zodat hij weer aan kan groeien. Mocht je wel nog raapsteel willen in het slamengsel, zit behoorlijk wat raapsteel. Dus vis daar de raapsteel uit en dan kan je alsnog een lekkere stamppot van maken. Er zit wel een mosterdblad tussen ook, dus die kan je gelijk ook toevoegen in een stamppot. Dan heb je gelijk de mosterd te pakken. Nou, in ieder geval, dat zo je nu in de oogst deze week. En deze week komt ook de mais in de oogst. Let op, er kunnen ook witte kolven tussen zitten. Ze zijn eigenlijk nog niet goed rijp en dat komt omdat we eigenlijk te laat waren met het zaaien aan planten. Maar er zitten ook gele kolven tussen, dus sommige kolven zijn wel gelukt. We zullen één kolf per abonnement doen, omdat we dan iedereen van mais kunnen voorzien. Ja, hoe oogst je hem? Je plukt hem gewoon zo van de plant af. En dan kan je hem hier nog schoon maken als je wil. Dan kan je hem zo meenemen. En deze is gelukkig geel. En ook de knolselderij gaat deze week in de oogst. Het zijn mooie grote knolselders geworden. Dus dat is alleen maar mooi. Nou, hoe oogst je hem? Nou, je hebt een scherp mes nodig. En dan snij je hem gewoon eigenlijk onderaan helemaal rond af. Want zo maak je er zo min mogelijke puinzooi van. En dan kan je hem zo meenemen. Je kan hem nog wat fine-tunen. Dat je nog minder aarde meeneemt. Maar nou, ze wegen behoorlijk, dus goed voor de echte soep. Laten we smaken. En als laatste deze week hebben we een heel mooi bed met radijsjes in de oogst. Nou, oogst je ze, je trekt ze gewoon uit de grond. En dan heb je mooie radijzen. Dit keer zijn het alleen rode radijzen. Laten we smaken. Nou, ik hoop jullie volgende week ook wel te zien op de tuin. Dus kom vooral langs met oogsten, want er is nog genoeg te halen. Het is trouwens ook de laatste week, denk ik, voor de boontjes. Dus pluk vooral veel boontjes. En ja, we zien elkaar weer op de tuin.